Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je aan de titel hebt kunnen zien, heb ik een Action Shoplog voor jullie. Ik ben eindelijk weer een keer naar de Action geweest, want zoals ik al wel vaker heb verteld inmiddels, heb ik geen Action meer in deze woonplaats waar ik nu woon. Dus ben ik afhankelijk van andere plaatsen waar een Action zit. En als ik dan naar de Action ga, dan koop ik ook gelijk mega veel. Hier een hele tas vol. En er liggen ook nog allemaal losse spullen naast. Dus mocht je benieuwd zijn naar de spullen die ik bij de Action heb gekocht, zou ik zeker zeggen, kijk even gezellig mee met deze video. Ik ga beginnen met de losse spullen. Ik zal de prijzen overigens van de producten even in beeld neerzetten, want het is veel. En als ik op het bonnetje moet kijken, wordt het heel erg rommelig. Dus vandaar dat ik de prijzen in beeld neerzet. Ik ga even opstaan om het eerste item te pakken. En dit wordt heel leuk om in beeld te brengen, want het is een bezem. Ik kocht een buitenbezem. Je moet de bezem en de steel loskopen, dus het is ook zo'n steel, als ik dit een beetje kan laten zien. Ik had een buitenbezem nodig voor mijn balkon. En nu was het zo dat je bij de Action keuze had uit een plastic steel of uit een houten steel. Ik vond plastic gewoon niet echt handig, want... ja, voor een buitenbezem vind ik het gewoon prettig als er gewoon een echte houten steel aan zit. En je moet dit dus ook los van elkaar kopen. Het zit niet bij de prijs in ofzo. Dus ik ben voor hout gegaan. Of dit echt de originele steel was, weet ik ook niet. Want ze hadden alleen maar deze houten stelen. Ik heb het nog nagevraagd. En dit was het enige wat ze hadden. Dus nou ja, een bezem. Dan kocht ik ook dit stofferen blik. Deze is ook voor buiten. Ja, als je gaat vegen, dan is het ook handig om je troep ergens mee op te vegen. En dat is dus handig met dit stofferen blik. Ik heb alleen stofferen blik voor binnen en ik wilde ook even voor buiten. Dus deze set nam ik ook mee. Om een beetje in de buitensfeer te blijven, kocht ik ook nog twee van deze plantenbakjes. Als je mijn vorige shoplog hebt gezien, heb je kunnen zien dat ik al twee plantenbakjes kocht. En ik had nog plantjes over. Ik had dus weer plantenbakjes nodig. Allereerst deze met ja, een soort van boompjes erop. Heel erg leuk. Ze hadden ook nog gewoon degene die ik al had. Maar ik vind het dan toch leuk om vier verschillende neer te zetten. Dus ik heb nu de andere twee varianten genomen. Die ze dus ook hadden. Dus deze met boompjes. En deze met cactusjes erop. Die vond ik ook wel leuk. En hier kan ik dus lekker weer mijn plantjes in gaan poten. En dan ziet het er allemaal gelijk maar een stuk leuker uit. Dus die. Dan even een wat saaier item. En dat is dit lampje. Dit is een LED GU10 lampje. Ik had zo'n lampje nodig voor mijn staande lamp die ik een tijdje terug bij IKEA kocht. En daar moest dus zo'n lampje in. Dus ik dacht... Ik wist gewoon dat ze bij de Action goedkoper waren. Dus ik heb deze bij de Action gekocht. Ik moet zeggen dat ik het nog best wel een duur lampje vind. Maar ik vind het dan ook wel fijn als ze gewoon allebei de lampjes aan kunnen. Dus dit lampje. Dan kocht ik nog twee van deze rollen met plakplastic. Of zowel het hierop staat is het inkijkwerend raamfolie. Ik had dit al heel leuk op mijn raam geplakt. Het ziet er dan zo uit. Misschien ken je het wel. Maar doordat ik nieuwe ramen kreeg... was alles weer eraf natuurlijk. Dus ik moest weer even nieuwe hebben. Dus ik heb gelijk twee rollen gedaan. Zodat ik dan ook weer even genoeg heb. En ja, dan kan ik het ook weer lekker gaan plakken. Dan ben ik bijna door de losse items heen. En kan ik beginnen met de grote tas die nog vol zit. Ik kocht namelijk ook even gordijnen. En hier was ik al een tijdje naar op zoek. Dat was ik de vorige keer ook. Toen ik bij de Action kwam, toen hadden ze niet. Althans niet de kleuren die ik zocht. En dit is gewoon één gordijn. En het is dus dit stofje. Er hangt een soort voorbeeldje aan. Ik weet niet of het heel goed zichtbaar is. Maar het is een grijs stofje. Met ringen gewoon. En ja, die wil ik heel graag voor mijn raam gaan hangen. Daar heb ik er sowieso twee van. Of eigenlijk drie. Dus deze zijn voor de woonkamer. En dan heb ik er dus nog eentje. Want ik moest ook nog een gordijn hebben voor mijn voordeur. En ik dacht, nou weet je, dan hou ik alles een beetje in dezelfde stijl. Ik heb zulke soort gordijnen ook voor in mijn slaapkamer. Die had ik nog. Dus ja, dat vind ik wel super leuk. En dan wordt alles weer wat ja, toffer gewoon. Ik moet alleen even kijken hoe ik het ga ophangen. Want... ik heb niet de goede materialen ervoor, maar dat geeft niet. Dan ga ik door met de tas. Die spullen die daarin zitten. En allereerst kocht ik een papiersnijder. Hier was ik ook een heel erg lang naar op zoek. Ik maak losse papieren voor mijn bullet journal. En dan wil ik dat die papieren, die moet ik zeg maar knippen.
Mijn papier drukt door, dus ik ben genoodzaakt om er ook papier in te plakken, zodat het gewoon een mooi geheel wordt. Maar als ik het ga knippen, wordt het langzaam netjes niet. Dus ik dacht, ja, met een papier snijden kan ik het gewoon heel precies en recht doen. En hier was ik ook al een tijd naar op zoek en die kwam ik steeds niet tegen. En nu zag ik hem wel. Dan pak ik weer eventjes een pakje haarverf, gewoon onder het mom van ik vind het fijn om dit op voorraad te hebben. Dus dit, ja, dit is gewoon een blond kleurtje weer. Volgens mij is het degene die ik de laatste tijd wel vaker koop, maar die had ik gewoon weer eventjes nodig. Dan ook een essential wat ik eigenlijk altijd wil kopen, dat is zaagsel voor mijn konijnen. En dan koop ik ook altijd gelijk twee pakken, want bij de Action is die het goedkoopste en ja... voor het konijn op te verschonen vind ik dit gewoon super tof en het is lekker betaalbaar, dus zaagsel. Dan kocht ik even wasmiddel voor de gekleurde was van Robijn. Die koop ik ook eigenlijk altijd bij de Action. Die van mij die schoot alweer op, dus ik dacht ik neem weer eventjes een nieuwe mee. En ik kocht ook gelijk een variant voor de witte was, want voor de zwarte was had ik laatst toevallig wasmiddel gekregen. En ja, mijn wit en mijn kleur die schoot ook wel op, dus ik dacht ik koop dat gewoon weer even bij de Action. Dan kocht ik een petcooling mat. En dit is een mat speciaal voor huisdieren. Die kun je nat maken en daar kunnen ze lekker op liggen. En ik merk gewoon, nu is het toevallig niet zo warm nu ik deze video opneem. Maar de laatste tijd met die warme dagen is het voor mijn katten heel moeilijk om verkoeling te zoeken. Hier staat toevallig wel een hond op, maar ik las dat katten erop op gaan. Ik ben voor roze gegaan. En misschien ben je wel bekend als je op jezelf woont of zo met van die zemen met die ook in zo'n koker zitten. Die moet je ook in de koker opbergen. Nou, dit is ongeveer hetzelfde idee. Je moet namelijk, ik zal hem wel even uithalen. Ik ga hem niet even uit het plastic halen, maar het is gewoon een soort zeemateriaal. Hij is groter natuurlijk, maar je maakt dit mat. Dan kun je hem uitspringen en dan gewoon neerleggen. En dan zou het heel fijn kunnen zijn voor je katten om daarop te gaan liggen. Of voor je huisdieren, in dit geval dus ook honden. Ik hoop dat ze deze niet gaan onderplassen. Want ik had het laatst bijvoorbeeld een keer met een handdoek gedaan. Toen had ik een natte handdoek neergelegd. Ik dacht lekker verkoelend, omdat het zo warm was. En die hebben ze ondergeplast. Maar misschien is dit materiaal toch wat anders. En als je er dan klaar mee bent, dan kun je hem gewoon weer in deze koker opbergen. Even kijken wat daar nog... Er staat bij, dompel de mat in koud water en knijp deze voorzichtig uit. Schud de mat uit om de koelfunctie te behouden. Een opgedroogde mat is niet vouwbaar. Na gebruik uitspoelen en lichtvochtig opbergen in de koker. Je kunt hem ook op 30 graden wassen, dus dat is natuurlijk ook super fijn. Het is een mat van 66 bij 43, dus mijn katten die zijn vrij klein, dus op zich zouden ze er best wel met z'n drieën op kunnen liggen. Als ze dat gaan doen natuurlijk. Dan heb je misschien, als je mijn laatste shoplog hebt gezien van de stad, gezien dat ik een nieuwe iPad heb gekocht. En ik heb een iPad van 2018 gekocht. En daar moest ik nog een hoesje voor hebben. En ik had er dus nagevraagd en er past dus een hoesje om die iPad op de iPad Air. Dit hoesje past voor de iPad Air 1 en 2. Maar ik heb dus een hoesje gekocht. Dat is dit hoesje. Ik zal hem er ook eventjes uithalen. Dat is misschien wel even leuk om te laten zien. Ik heb een rode gedaan. Ik wilde eigenlijk heel graag een roze, maar die hadden ze niet. Het is dus zo'n koffer met aan de achterkant ook gewoon rood. Je klapt hem open. Volgens mij heeft hij ook zo'n automatische dimfunctie. Vaak hebben deze hoezen dat. Dan is de binnenkant is zeg maar zacht en dan dit is wel hard. Dat wilde ik eigenlijk niet, maar daar ontkom je bijna niet aan. En ik heb de prijs op internet gezien en die waren gewoon best wel hoog. En dan deze... hoes die was gewoon super betaalbaar voor de Action. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Want dan kan ik ook eindelijk mijn iPad gaan uitpakken. Dus dat vind ik ook super tof. Dus deze. Daarbij kocht ik ook een screen protector. Ik wilde eigenlijk heel graag een glas screen protector. Maar die hadden ze bij de Action niet voor mijn iPad. Want ze hadden eigenlijk alleen maar iPad mini en Samsung liggen. Dus ik heb nu een gewone... screen protector gekocht. Misschien dat ik het nog eens een keer op AliExpress of zo kan proberen. Dan betaal je ook heel weinig. Misschien is dat nog wel wat. Maar dit is dus een gewone. Die je gewoon echt zo erop moet plakken. En dit is wel een glanzende. Maar deze is dus ook voor de iPad Air 1 en 2. En die zou dus ook gewoon prima moeten passen.
Dan kocht ik horretjes en hier was ik al zo naar op zoek. Dit zijn gewoon van die, insect screen noemen ze net. Maar dit zijn dus gewoon van, dit is gewoon van dat gaas. Er zit van dat soort plakspul bij. Dat plak je gewoon zeg maar boven de rand van je raam waar je het horretje op wil hebben. Deze kun je op maat knippen en dan kun je dus je horretje gewoon plakken. Mijn ramen kunnen nu niet open. De warmte blijft hier onwijs hangen, maar... Doordat mijn katten niet naar buiten mogen, gaan ze gewoon door het raam in als ik hem half open zet. Dus ik dacht, als ik er dan een horretje voor doe, dan kunnen ze in ieder geval niet naar buiten. En dan krijgen ze toch lekker frisse lucht en is voor mezelf ook heel lekker. Ik nam er gelijk 2 mee, want ik wilde er ook eentje voor mijn slaapkamer hebben. En ik wist niet helemaal of dat ik dat zou redden met 1 horretje. Dus daar ben ik heel blij mee. En ik kocht ook een bug blocker. Dit is gewoon een... Ja... Zo'n ding, zeg maar, voor je deur. En ik dacht, misschien is dit wel wat voor mijn buitendeur. Dan kan mijn buitendeur lekker open. De insecten blijven buiten. De katten kunnen er ook niet doorheen als het goed is. En dat is gewoon lekker fris. En deze was ook nog in de aanbieding toen ik hem kocht. Dus ik dacht, hey, ik kan het gewoon proberen. Het kost zo weinig. Dat mocht echt niet werken, dan ben je er ook niet aan gekocht. Dus ik ben benieuwd of dat dit wat is. Dan nog even een basic die ik altijd koop bij de Action. En dat zijn deze trekbandzakken met lavendelgeur. Vind ik echt ideaal. Zijn heel fijn. Ik gebruik ze ook voornamelijk voor mijn kattengerit in te stoppen. Zodat het iets minder ruikt. Die geur is heerlijk. En ik word gewoon heel erg blij van die vuilniszakken. Dan kocht ik ook nog een paar tuinhandschoentjes. Ik heb wel een maatje XL. Ze hadden namelijk meerdere maten. Dus waarschijnlijk gaan ze me veel te groot zetten. Kan ik dit proberen? Ik ga het proberen. Oh, moet ik wel mijn goede hand erin steken. Maar ik moet natuurlijk plantjes poten. Ja, ze zitten wel echt mega te groot. Ik heb sowieso dit helemaal over. Hier zit mijn vinger. Dus maakt niet uit. Ik vind het niet zo fijn om vieze vingers te krijgen. Dus ik dacht, dan kan ik het met handschoentjes doen. En is wel gewoon handig. En het komt altijd wel van pas. En nou ja, goed, weet je... Maakt niet uit, toen heb ik een te groot paar gekocht. Ze hadden ook geen andere maten, dus ik dacht, ik heb ze toch nodig. Dan kocht ik stickerverwijderaar. En dit had ik nodig, want ik heb op mijn slaapkamerdeur een sticker zitten. Deze zat er al toen ik hier kwam wonen. En ja, die krijg ik er niet af. En toen zag ik dus dat ze een stickerverwijderaar hadden bij de Action. En toen dacht ik, hé, dat wil ik wel eens proberen om te kijken of ik gewoon de sticker eraf krijg. Het verwijdert eigenlijk alle soorten stickers, lijmteer, smeer en hakstrepen. Oh, je kunt er dus ook nog andere dingen mee weghalen. Het lijkt me wel super handig. Het is wel super chemisch volgens mij. Maar hé, ik ga het gewoon proberen om te kijken of dat dit werkt. Dan kocht ik ook een bottle cleaner. En deze zag ik laatst bij iemand anders in een shoplog. En dit zag er eigenlijk best wel top uit. Dit is gewoon een cleaner. Die kun je in je fles doen, denk ik. Ik ga even kijken wat erop staat. Herbruikbare flessen zijn een broedplaats voor bacteriën. Maak je mee je fles hygiënisch schoon en laat geen nasmaak achter. Vul de gewenste fles tot de helft met water... Warm water, voeg 2 doseringen toe en schud krachtig, spoel grondig na met water. Laat de fles en dop goed drogen. Buiten het bereik van kinderen houden. Nou, dus het is een ideaal. Ik heb een dopper en ik vind het nogal vies om die gewoon af te wassen. Want ik heb altijd het idee dat als ik dan weer water ga drinken, dat er stop zo achterblijft. En ik dacht, hey, ik zag dit staan. Ik ben wel heel benieuwd of dat dit werkt. Dus ik ga dit gewoon proberen. Was ook super goedkoop uiteraard. Hey, het is Action. Dus ik was hier heel benieuwd naar. Dan kocht ik nog wat saaie dingen. Allereerst kocht ik namelijk schroeven. En dat zijn deze schroeven. Ik heb zelf niet echt schroeven eigenlijk. En omdat ik nog wel wat dingetjes aan het ophangen ben en zo, dacht ik, nou, ik koop even schroeven. Ik heb ook een doosje met spijkers gekocht. Het zijn heel veel verschillende spijkers. Dat is ook ideaal, want ik had ook geen spijkers. Dus ik dacht, nou, misschien is dit wel gewoon heel erg handig. Ik heb alweer wat dingen gezien waarvoor ik een spijker nodig had. En die had ik dus niet. Dus dat is super fijn. En het laatste wat ik dan kocht, omtrent het klusgebeuren, dat is...
Dat zijn deze pluggen. En dit zijn de mini-pluggen. En ik heb gemerkt in de jaren dat ik dus nu zelf een beetje aan het klussen ben en dingen aan het ophangen ben, dat pluggen echt een essential zijn. Ik had zelf eigenlijk geen pluggen of bijna geen pluggen en ik dacht, oh, die heb ik echt nodig. Dus ik kocht een doosje met deze pluggen. Volgens mij zijn ze gewoon normaal formaat. Maar, hey, ik heb pluggen. Ook wel heel fijn. Dan kocht ik deze hele leuke fotoframe. En deze had ik ook al gezien bij een aantal mensen. En ik vond dit zo leuk dat ik dacht, oh, dat vind ik ook leuk om in huis te zetten. Je kunt hier dus foto's in doen. Maar het plaatje die erin zit, vind ik zelf ook al wel heel erg tof, moet ik zeggen. En ik zocht eigenlijk nog iets om neer te zetten op mijn kast in de gang. Want die heb ik opgeruimd. En ik dacht, hoe leuk is dit om dat neer te zetten. Dus nou ja, misschien dat ik er in de toekomst zelf nog wat foto's in doe. Maar ik vind dit eigenlijk zo ook al wel heel erg leuk. Dus die. En dan zijn we toe aan de twee laatste items. En dat is kleding. Dat zijn namelijk twee t-shirtjes. En ik zal ze even zo laten zien. Ik heb ze in een maatje M gekocht. En dat zijn basic t-shirtjes. Maar aan de zijkant kun je die mouwen een beetje knopen. Zodat je een beetje een open effect krijgt. En dat vond ik super leuk. Ik zag dit shirtje. Die zag ik in de vlog van Sophie. En of in de video van Sophie. En ik vond dit eigenlijk zo leuk te uitzien. Dat ik dacht, oh, dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg top. Dan merk je toch weer dat Action ook heel erg leuke kleding heeft. Easy Fit Cold Shoulders. Dus heel erg leuke zwarte variant. En uiteraard, mijn kennende, kocht ik ook een witte variant. En die ziet er zo uit. En dit zakje is al open. Maar dat geeft niet. Dus deze. Dus daar ben ik ook heel blij mee. En uiteraard had ik deze nog met geen tas bij zich. Dus ze had een tas nodig. En ik heb gewoon een basic tas gekocht van de Action. Dus. Dan waren dit alweer alle items van de Action die ik kocht. De hele bank ligt nu vol en ik kijk ernaar en denk, oh echt, wat veel. Maar goed, ik had het wel echt nodig, dus ja, ik ben er wel blij mee en ik kan er nu gewoon ook weer mee aan de gang gaan. Dus ja, dat is wel super fijn. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben eigenlijk benieuwd, wat vonden jullie nou het leukste item wat ik heb gekocht in deze shoplog? Zou ik leuk vinden als je dat even laat weten. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je natuurlijk gratis abonneren. En dan blijf je op de hoogte van al mijn video's, want ik doe vaker shoplogs. En nou ja, als je dat leuk vindt, kun je dat dus doen. Als je ook even op het belletje drukt, krijg je ook gelijk een melding zodra er een nieuwe video van mij online verschijnt. En hoef je helemaal niks meer te missen. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij de volgende video weer te zien. Doeg!